3 jaar geleden stortte mijn wereld even compleet in. Toen kreeg ik de diagnose borstkanker. Daar heb ik echt 's nachts een beetje... dat ik echt 's nachts op de grond heb gezeten van... dit ga je toch niet menen? Dit ga je toch niet menen? Ik ben jong, ik heb kinderen. Ik heb nog een heel leven. Eerste keer chemo was doodeng. En mijn haar viel heel snel uit. Dus echt na de tweede week begon hier al plukken te verliezen. Toen heb ik ook echt het heft in eigen handen genomen en gezegd... oké, luister, we gaan gewoon nu mijn hoofd kaal scheren. Ik kwam erachter toen ik geen haar meer had... dat er bar weinig te vinden was voor vrouwen zoals ik... die houden van spelen met hun uiterlijk. Dat is het voornamelijk. Je had chemomutsen, die werden aangeboden in het ziekenhuis. Nou, alleen dat woord al. Echt, dat wil je toch niet op, een chemomuts. Echt verschrikkelijk. En ik vond ze ook echt verschrikkelijk. Het waren allemaal strakke, rechte mutsjes... Ik vond het zo lelijk. Ik denk, ja, dit ga ik gewoon echt niet, dit ga ik gewoon niet dragen. Dus toen ben ik zelf begonnen met het knopen van sjaals. En ik kreeg continu, ook in het ziekenhuis bij de chemo, vragen van vrouwen van... ja, hoe doe je dat? Weet je, en toen dacht ik, maar hier is gewoon echt vraag naar. Schuif je over je hoofd heen. Ik weiger om het woord chemomuts in mijn mond te nemen. Het woord muts vind ik ook vreselijk. Ik noem het turbans. Dus ik maak... turbans. Lekker veel volume ook achterop. Dus als je geen haar hebt, niemand die het ziet. Dus dat ik dan hoor ook van vrouwen dat ze zeggen van... zoveel mensen reageren op wat ik op heb, dat ik er mooi uitzie. Dat is wat je wilt. Je wilt niet dat mensen denken... oh ja, jeetje, die heeft die muts op, want hij is ziek. Nee, van hé, oh, wat heb jij voor die schaafs op je hoofd? Ja, het gaat echt heel goed. Mijn laatste mammografie was schoon. Ik ben zo gelukkig met wat ik nu doe. Ik ben nog nooit in mijn leven zo gelukkig geweest als dat ik nu ben. Dus dit proces heeft mij eigenlijk alleen maar mooie dingen gebracht. En ik kijk zo uit naar de toekomst, waar dit nog naartoe gaat. Mijn wens is voor degene die mijn producten draagt... dat ze het opdoen en dat ze zich mooi voelen. Dat ze zich even niet zo ziek voelen. Dat ze weten van, oké, ik ga nu gewoon naar buiten en ik hoef er niet mee bezig te zijn van... oh nee, maar ik heb geen haar of... oh. Nee, je hebt gewoon iets moois op.